De eerste kruisfinale wedstrijd is hier tussen HZVV en Hogeveen. Twee buren van elkaar uit Hogeveen. De een spelend op de zaterdag in de eerste klasse HZVV en de andere op de zondag in de eerste klasse. De eerste seconde van de wedstrijd met de overname van Hogeveen. Met Guido ten Katen. Guido ten Katen heeft een sterk linkerbeen, maar kan het ook met rechts. En dat bewijst hij hier. Hij schiet Hogeveen naar een voorsprong van 1-0. En Hogeveen gaat verder. Weer met ten Katen. 1 man kwijt, 2 man kwijt en ook de keeper gepasseerd. Wat een geweldige actie van Guido ten Katen. HZVV kan terugkomen, wat gelukkig, via David Eshuis. 1-2. En even later opnieuw David Eshuis. Door de muur. En dan is het gelijk. 2-2. En hebben we nog 20 seconden te spelen. En ja, wie anders dan Guido ten Katen zorgt dan voor de beslissing. Hogeveen als eerste naar de finale. En HZVV zal moeten spelen om de derde en vierde plaats. Dan de tweede kruisfinale. Die gaat tussen Hodo en Erika. Hodo in het wit. En Erika in het zwart en Hodo komt op voorsprong. De goal is van Erik Pol. Even later, weer Hodo. Nu is het Andres Hogeveen. Ook een sterk linkerbeen heeft hij. En Hogeveen staat ook aan de basis van de vijfde van Hodo. Want Hodo wint uiteindelijk met 5-1. En is dus de tweede finalist. De finale gaat tussen Hogeveen met deze Guido ten Katen. En Hodo met Andres Hogeveen. Twee linksbeners en twee echte zaalvoetbalspecialisten. HZVV wordt uiteindelijk vierde. En de derde plaats gaat naar Erika. En dus gaan deze twee ploegen uitmaken wie de 33e editie gaat winnen van het Protoswering zaalvoetbaltoernooi. En de beste papieren lijken toch te zijn voor Hogeveen. Want die ploeg begint geweldig aan het duel. Met weer een goal van ten Katen. En die kreeft. Oh, die bal die gaat er zomaar in. En dan is het al heel vroeg in de eerste helft 2-0 voor de eerste klasser uit Hogeveen. Weer Guido ten Katen. De actie is fraai en de goal is nog fraaier. 3-0 en dan hebben we nog maar 10 minuten gespeeld. Hodo komt er totaal niet aan te pas. Won de poolfase nog wel van Hogeveen, maar komt zelfs op een 4-0 achterstand. De assist is van Guido ten Katen en de goal is uiteindelijk van Bertus Wolters. 4-0 bij rust. En wat kan Hodo nog in de tweede helft? Het komt in ieder geval terug. Met wat geluk. De goal van Wim Bos. Naar voorbereidend werk van Erik Pol. Andres Hogeveen probeert het, maar Hodo leidt balverlies. Ten Katen. Moeilijk aangespeeld, maar ten Katen heeft een perfecte techniek voor in de zaal. Rick de Lange. Goeie actie. Zoeken naar ten Katen. Ten Katen houdt het overzicht. De Lange loopt door en de Lange scoort. 5-1. Ja, en dan lijkt het toch beslist. Maar Hodo heeft Andres Hogeveen. Hij scoort eindelijk zijn goal in de finale. 5-2. Erik Pol. En dan de overtreding van Guido ten Katen. En dat betekent 2 minuten voor hem. En Hogeveen dus even met een man minder. En daar moet Hodo van zien te profiteren. Erik Pol. Die bal die gaat zomaar binnen. Via het been van Erwin Doorn. 5-3. Maar dat betekent wel weer dat Hogeveen compleet is. Want als er een straf is en er wordt gescoord, dan mag je de speler weer binnen de lijnen brengen. Maar het wordt toch spannend hoor. Want Hodo scoort opnieuw. Erik Pol. 5-4. En Hogeveen maakt fouten. De overname van Andres Hogeveen. Pol met het overzicht. En de goal van Wim Bos. 5-5. Ongelooflijk. Maar waar? Hodo is helemaal terug en lijkt de morele winnaar te zijn in de tweede helft. Maar Hogeveen, ja, Hogeveen heeft deze Guido ten Katen. Zijn 9e goal van de avond en zijn 3e goal in de finale. Maar de mooiste goal komt toch van de voet van Bertus Wolters. Wat een heerlijk schot. En wat een heerlijke goal. 7-5 voor Hogeveen. En dan lijkt het beslist met nog een paar minuten op de klok. Maar er komt nog een fraaie goal hoor. Let op. Guido ten Katen. De kapbeweging is mooi. En de goal is even fraai. 8-5 voor Hogeveen. En dan gaat het echt niet meer fout. Er komt nog wel één incident. Een rode kaart. En het is niet eens verwonderlijk dat hij gaat naar de man of the match. En de man van de avond naar Guido ten Katen. Wegens commentaar op de leiding moet hij van het veld.
Maar dat mag de pret niet drukken bij Hoogeveen. Want die ploeg wint de 33e editie van het Protoswering zaalvoetbaltoernooi. Het wordt nog wel 8 tegen 6. De goal is van Wim Bos. Maar het feest is bij de blauw-witte formatie uit Hoogeveen. Want die ploeg wint de 33e editie van het Protoswering zaalvoetbaltoernooi. Al ging het nog bijna mis. Ja, misschien werden we een beetje te nonchalant, ja. Maar dan is het toch leuk en lekker dat je hem over de streep trekt, de eindoverwinning. Ik ben het mee eens als ik zeg dat het de finale was tussen Andres Hoogeveen en Guido ten Kate. Twee linkspoten, twee echte zaalvoetballers. Ja, weet ik niet, we doen het met z'n allen. Ja, dat klopt, oké. Okay. Maar er moeten toch altijd mensen zijn die onderscheidend zijn in een team, hè? Ja, nou, als ik vandaag de gelukkige was, hartstikke mooi. Kijk, Guido die voetbalt al jaren echt in de zaal. Ik doe het eigenlijk er maar bij. Dus ja, dat is wel verschil natuurlijk. Hij maakt het verschil, hè? Hij is goed. Ja, met hem erbij had Hodo gewonnen, hè? Ja, ik denk het wel. Kijk, maar wat ik zeg, van Guido is een andere speler. Hoogveen die hangt echt af van hem. Kijk, wij zijn echt een ploeg, vind ik. En dat is ook een verschil. Wat is je wapen eigenlijk? Kun je het uitleggen? Hoe voetbal jij? Ja, op het juiste moment eraan langer zijn dan schieten op de goal. Gewoon een beetje dom eigenlijk. Klinkt simpel, hè? Ja, het klinkt. Maar goed, jouw linkerpoot is natuurlijk een gouden linkerpoot, hè? En ik moet zeggen, bij elke goal in de finale was je betrokken. Ja, dat is leuk in de finale. Wij begonnen heel slecht en dan loop je de hele wedstrijd achter een achterstand aan. Ja, en dat wordt heel moeilijk tegen zo'n ploeg om dat goed te maken. Dus we komen nog heel knap terug. Toen dachten we even dat we ze hadden, maar ja, helaas. Het leeft gigantisch bij de supporters en bij onszelf ook. Daar leef je een paar weken naartoe en als je hem dan wint, dat is super.